En dit is hem dan. De ring is van House of Parthijs uit Breda. Nou, daar kom je niet zomaar aan. Dit zijn stenen die worden eerst ruw gevonden. En daar moet je lang voor zoeken, daar moet je ook lang voor vragen, daar moet je mensen voor kennen. En uiteindelijk kan je die naar jezelf toekopen. Een ring van 1,2 miljoen euro. Wie durft hem te dragen? Ik heb al de nodige glimmertjes, maar dit gaat een beetje boven ons budget. Maar desalniettemin, zoiets zie je niet vaak. Natuurlijk durven ze hem te dragen. Het hoeft niet alleen maar zo'n ring te zijn zoals je hier ziet. Maar het kan ook een ring zijn zonder alle diamanten eromheen en alleen maar met zo'n middensteen. En dan weet maar een heel klein stukje van de gemiddelde bevolking dat dat een echte steen is. Een journalist van Omroep Brabant kan na een jaar hard sparen misschien dit betalen. De ring is alleen bereikbaar voor de Happy Few.